Als eerste spreker het woord. Of eerste spreker, de aanvrager eigenlijk van het VAO. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, huiselijk geweld en dierenmishandeling zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geweld tegen dieren kan een opstap zijn voor geweld tegen mensen. En slachtoffers van misbruik en geweld kunnen worden gechanteerd doordat de dader het huisdier onder meer bedreigt. Door deze cirkel van geweld te erkennen, komen we tot een meer concrete aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling. En ik dien daartoe twee moties in. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat uit onderzoek blijkt dat 41% van de vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld de vlucht naar de opvang uitstelt vanwege huisdieren. Constateren dat het niet is toegestaan een huisdier mee te nemen naar de vrouwenopvang. Overwegende dat geen enkel slachtoffer van huiselijk geweld bij vrouwenopvang zou mogen worden geweigerd. Constaterende dat het International Fund for Animal Welfare samen met vrouwenopvang Cadera, de pilot Blijf van mijn dier, waarbij huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld tijdelijk worden opgevangen in gastgezinnen, succesvol heeft afgerond en dat het project wordt gecontinueerd en uitgebreid, verzoekt de regering in overleg te treden met de VNG, de Federatie Opvang en het IFAO om de mogelijkheden voor een Blijf van mijn dier project in gemeenten met een vrouwenopvang te onderzoeken. Er gaat over van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de staatssecretaris in de voortgangsrapportage huiselijk geweld heeft toegezegd op de website www.voorenveiligthuis.nl aandacht te besteden aan de wederzijdse relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Constaterende dat op de genoemde website het onderwerp dierenmishandeling slechts wordt genoemd in de vraag- en antwoordsectie en niet onder het hoofdsectie geweld thuis, waar wordt uitgelegd hoe huiselijk geweld kan worden herkend. Overwegende dat het doel van de website is om bewustwording en deskundigheid rondom huiselijk geweld voor publiek en professionals te vergroten en dat het daarom essentieel is om een volledig beeld van risico's te schetsen, verzoekt de regering in de sectie geweld thuis een kopje over dierenmishandeling toe te voegen waarin de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling expliciet wordt uitgelegd en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan.